Mevrouw Ferrier, als er morgen in Nederland een nieuwe leider gekozen zou moeten worden, zou dat dan wat u betreft een man of een vrouw worden? Ja, u vraagt het aan mij, dus u weet bijna het antwoord al. Ik ben voor een vrouw natuurlijk, ja. En waarom ben ik natuurlijk voor een vrouw? Omdat ik denk dat het nodig is in de Nederlandse samenleving dat er meer zichtbaar wordt wat voor krachten en talenten vrouwen hebben in Nederland. En ik vind het ook heel erg belangrijk om die talenten en krachten ook zichtbaar te maken en ook veel meer te benutten voor de Nederlandse samenleving. En hoe verschillen die van mannelijke krachten? Ik denk, het is al sowieso een verschil of er een man of een vrouw tegenover je staat. Hè? Dus dat is sowieso al het verschil tussen man en vrouw. Dat is al belangrijk, denk ik. Hè? Omdat we in de samenleving mannen en vrouwen hebben, dan is het fijn dat je dus die diversiteit ook terugziet in leiderschap. En als je dan kijkt, waar zitten de verschillen in? Dat hangt voor een groot gedeelte ook natuurlijk af van de man en de vrouw wie we tegenover ons hebben. Maar als je dan in wat algemene termen kan spreken, dan kan je zeggen dat over het algemeen vrouwen de talenten in zich hebben om meer verbindend te kunnen werken. Niet alleen naar resultaten te kijken, naar waar moeten we naartoe gaan. Zij kijken natuurlijk ook naar resultaten. Maar ze kijken ook naar de weg om bij dat doel of bij dat resultaat te komen. Wat betekent dat voor mensen? Wat vraagt dat van mensen? En wat heb je nodig om bij dat doel te komen of dat resultaat te behalen? En ik denk dat je daarin mag zeggen dat vrouwen dus ook niet alleen naar de grote lijnen kijken, maar ook naar de kleinere verbanden, daar ook oog voor hebben. En, en dat een vrouwelijk leider deze elementen ook wat meer naar voren kan brengen. En als u drie dingen zou noemen waarvan u denkt van dat zou echt op korte termijn moeten veranderen? Drie dingen wat op korte termijn zou moeten veranderen. Nou, het allereerste voor mij, wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik ook vanuit leiderschap ook heel belangrijk vind, en het klinkt misschien cliché, maar het is zo ontzettend belangrijk, is respect voor een ander. Daar zou ik mee willen beginnen. Echt wezenlijk respect voor een ander. Dus niet alleen het tolereren van een ander. Zo van, nou leuk dat jij er met je anders zijn bent, maar ondertussen doe ik mijn ding. Maar echt wezenlijk respect hebben voor een ander betekent voor mij ook dat je ook interesse en aandacht in die ander hebt. Luistert naar wat die ander te bieden en te brengen heeft. En nou, dat zou ik als eerste willen, want te makkelijk rennen we over een ander heen en doen we net alsof we wel respect hebben gegeven. Een voorbeeld wat mij gisteren ook weer opviel. Autoloze Nederland. Goed voor het milieu, prima. Goed dat we dat hebben. Maar waarom denken we dan niet na dat het op diezelfde dag ook suikerfeest is? Zouden wij het in ons hoofd halen om met kerstmis, wanneer we ook familie en vrienden gaan bezoeken, dat je dat op datzelfde moment doet. Nou, voor mij is dat ook een voorbeeld dat we nog een hoop moeten leren op dat gebied van respect. Want als je echt respect had, dan had je ook gerealiseerd dat op dat moment het zou kunnen zijn dat het einde van het suikerfeest is. Nou, als je het een week later doet, nou, niks aan de hand. Ik mocht drie, hè? Dus respect is één. Dan tweede, wat ik zou willen veranderen. En dan hebben we het erover van dat iedereen ook echt tot zijn of haar recht mag komen. Het tweede wat ik graag zou willen is dat er voldoende tijd en aandacht is voor onderwijs. Mannen, jongens en meisjes hier volgen. En dat er binnen dat onderwijs voldoende aandacht ook is voor de talenten van de jongens en meisjes met verschillende achtergronden zoals we die hier in Nederland hebben.
te vaak zie je nog dat mensen niet beoordeeld worden op hun wezenlijke talenten die ze hebben. Dat ze vaak onder presteren en op een niveau neergezet worden wat eigenlijk beneden hun niveau is. En dat men ook onvoldoende gestimuleerd wordt om dat diploma te halen, om verder te gaan. Terwijl velen het toch wel willen. Dus ik zou dat ook heel, vind ik ook heel belangrijk, want via onderwijs is de ladder om naar die participatie te kunnen komen en ook om sociaal en maatschappelijk ook te kunnen gaan stijgen op die maatschappelijke ladder. En ook om ervoor te zorgen dat de diversiteit in Nederland nog een breder gezicht kan krijgen in alle facetten. En uw derde punt is? Mijn derde punt is vanuit feminisme, emancipatie, heel belangrijk. Mannen en vrouwen moeten economisch zelfstandig kunnen zijn. En dat is ontzettend belangrijk om te voorkomen dat vrouwen in armoede komen. En wat je ook ziet, dat als vrouwen ook in staat zijn om geld te verdienen, dan komt dat ook ten goede aan kinderen die er eventueel zijn, aan de sociale omgeving die er is. Dan wordt daar dat geld in geïnvesteerd. Het wordt geïnvesteerd in de toekomst, in een goed leefmilieu. En als we naar deze drie punten kijken, wat voor een soort leider hoort daar dan bij? Ja, voor mij hoort daar een leider bij die mensen met elkaar weet te verbinden. Die ervoor kan zorgen dat de burgers van Nederland zich voelen als de burgers van Nederland in al hun diversiteit en facetten die deze burgers in Nederland zijn. En dat de leider van Nederland ook de leider van al deze mensen is. En dat die zich ook vertegenwoordigd weten door deze leider. Dus ik vind het verbinden heel erg belangrijk van zo'n leider. Ik vind het ook belangrijk dat zo'n leider een visie heeft, een visionair is. En dat die ook een uitstraling heeft, een gezag heeft, waarin ook naar voren komt zijn of haar respect voor de burgers, voor de verschillende mensen. En bij dat respect hoort voor mij ook een soort, om het even zo te zeggen, liefde. Warmte ook voor deze mensen in al hun variëteit. Waardoor je ook die verbindingen kan leggen en kan maken. Hè? Dus dat je open ook bent naar die verschillen tussen mensen. En dat je dat met een warm hart doet. En niet met een oordeel, een veroordeling. En kan dat met de Nederlandse mentaliteit? Ik denk het wel, want de Nederlandse mentaliteit is inmiddels natuurlijk ook een prachtige melee van zoveel culturen en manieren van doen. Dus volgens mij moet dat ook absoluut kunnen in Nederland. En zitten de elementen daarin en moet dat absoluut ook lukken. Maar het is niet gemakkelijk.